verwacht wel een RC-winkel. Veel plezier met kijken. Die is binnen. Oké, okay, nou, we gaan nu laten zien hoeveel procent onze lipo is. Want met lipo moet je altijd ongeveer tussen de 25 en de 75 procent laten. Maar ja, hoe merk je dat? We doen 50 is best. Kijk, dan pakken we deze. Dat hebben we trouwens nu gekocht. Mooi, hè? Hm. En deze is toevallig 2S en dan heeft hij meer milliampère. Dus hij gaat langer rijden. Dus hij is iets langzamer. Oké, okay, doen we hem hierin. Zo moest hij toch? Vanaf de 1. Of van dat... Vanaf de 1, ja. Vanaf dat ene logotje. Kijk. Laat maar zien. Huh. Oké, okay, nou, kijk. Dit is de eerste cel. Uh-huh. Die is nu 3 zo. De tweede is 40. En die is 38. Gas is snel gegaan, ja, man. Okay, nou ja. Staat een... Maar hij lekt toch geen hij lekt niks. Energie, nee toch? Hier niks trouwens, dat kun je dat laten zien. Dat is 2S. Dat is, nee, kijk, je hebt lipo, uh-huh. Lief en Lilon. En niks is zeg maar, ja. Wat was het, 4S? Volgens mij wel, ja. Maar oké. Okay. Dus dat is wel fijn om te zien. En wat wouden we nog meer laten zien? Oh ja, dan ga ik even, nou, kop ik hem even los, zo. Dat is natuurlijk van mijn oude hand en daar heb ik heel veel dingen gehad. Ik heb nu een ander. Eerst had ik, kijk, nu heb ik deze. Maar die is ook wel fijn. Met ook alleen maar die snufjes erop. Zie je, kijk, als ik hem aanzet dan. Hier geeft hij dat ook aan. Dat is wel fijn. En kijk, dan hebben we nu deze. Die heb ik dus. Dan kan je dat nou allemaal aanpassen. Een soort van de oude van Bram. En dan kijk hoe lang deze kan worden. Ik ga heel stuk naar achteren. Ja, dat moet ook. Zo lang. Vergeleken met deze is heel lang. En dat is, ja, dat is gewoon van de eerdere versies. Die had ik dus nog erin zitten. Maar die had maar 27... milliampère, dus kon maar heel dichtbij rijden. Ik kon iets van 27, nou ja, ineens. Dat was het 20 meter van me afrijden en dan begint hij al flippen. En helemaal gek doen. En nu valt hij gewoon uit, zeg maar. En nou zat deze bij. Dus even kijken. Ja. Deze, dat is ook van de server. Hier kunnen alle servers in. En als je deze ooit kent, want hij komt uit, even kijken, staat het erop, maar maakt niet uit. Als je deze herkent, zie je, staat 27 milliampère, ja. Of mega, nee, ja, milliampère. Dus dan moet je hem even laten vervangen door een ander, gewoon. Dat kan in zo'n shop of
ja, gewoon zelf laten doen. Maar ik zou het gewoon in een shop laten doen. Wij hebben het zelf gedaan, maar het ging een beetje grandioos fout. En deze was ook nog van vroeger. En deze is nu half gewoon stuk. Kijk, hij is door midden. Maar deze... Dat is een oude oplader. Ja, en Bram moet dat even uitleggen. Wat doet dit? Dat is om de batterij te bepalen. Oké, okay, maar wat is dan nu een halve A? Weet ik ook niet. Het is best wel heel erg oud. Heb je deze nog gebruikt? Vroeger. Ja? Ja. En werkte die ook gewoon? Ja. En had je hem altijd op 2 staan of zo? 5. 5? De hoogste. Oké. Okay. Want dit was eigenlijk een lader voor normale batterijen. Oké. Okay. En power en oké. Okay. En hoe komt dit? Weet ik eigenlijk ook nu niet. Oké, okay, nou. Gezellig allemaal. Nou, ja. Dat is dus allemaal van nu. En nu hebben we dit. Dus het gaat allemaal veel beter. Oké, okay, top. Dus even een kleine update. Oké. Okay. Kom achter mij aan. Dat is toch gas? Ja, hij suist weer. Hij suist weer. Dat is toch gas? Hij suist. Je tandwieltje. Oké. Wij gaan politieboefje doen, soort van. Ik ben de politie. Ik ben de boef. Ja, en we doen het op dit stuk waarschijnlijk. Of we doen het hier naar boven. Ik denk hier naar boven. Lijkt me wel een leuk stukje. En dan eens kijken wie wat kan. Oké, we zien jullie zo. Weer het einde van deze video. Hopelijk hebben jullie dit leuk gevonden. Nou, de onderdelen waren echt perfect. En ze werken echt super goed. Die zijn trouwens even voor degene die dit ook willen kopen. Even kijken, wat waren het ook weer voor bandjes? Louise. Dat is maar uphill. Als je langzaam rijdt, dan heb je wat minder grip. Maar als je hard gaat, heb je zoveel grip. Dus opletten met hard gaan en sturen. Want je klapt heel snel over je kop. Je moet echt een beetje laten uitrollen, hè. Maar het is echt super sick. En ik denk dat mijn mederijder ook wel iets wil zeggen. Dikke shout-out naar Quartel. Ja. Hele goede service. Goede onderdelen. We mochten zelfs nog daar een testritje maken. We hebben een klein stukje daarvan gefilmd. Alles werkt weer. Uiteindelijk zijn we maar 100 euro kwijt. Per persoon. Ja, per persoon. Per persoon. Maar dat was wel leuk. 100 euro per persoon kwijt. Normaal zou je echt 150, 200 euro kwijt zijn. Maar we hebben gewoon goed gehandeld. Goede service. En ook het chill is dat je daar gewoon... Je mag gewoon, zeg maar... Rondlopen was leuk. En rondrijden mag je ook, zeg maar, als je even iets nieuws hebt. Om te kijken even, is het goed, is het niet goed. En hopelijk zien we jullie de volgende keer weer bij de volgende video. Ja. Ja. Laat... Like en abonneer trouwens. Ja.